Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. We zijn weer terug en ik heb goed nieuws. We eten vanavond aubergine. Eigenlijk de tweede keer dat ik dit opneem. Ik kwam er de eerste keer ook al niet doorheen, maar dit is smerig. Mattie, 26, eet voor het eerst groente. Je bent niet leuk. Yes, ja, ik heb even 2 weken niks gedaan. Er waren zelfs mensen die bang waren dat ik de hele maand niet ging uploaden als nieuwe challenge of zo. Zo ver is het niet gekomen, maar we gaan vandaag gewoon weer reageren op een lekker afleveringetje van de Rijdende Rechter. We houden er gewoon even lekker in, vooral omdat mensen echt massaal deze aflevering aanvroegen. De aflevering heet Haagse Herrie. En het schijnt een pareltje te zijn, dus let's go! Dat is het probleem. Zodra ik hier visite krijg, dan gaan ze in het hok. Gaat hij in het hok staan en dan gaat hij naar binnen kijken. Dus echt zo kijken, zo wat er is. Oké. Maak daar even opname van het raampje. Moving like the speed of sound. Het is mijn opberghok. Ik heb geen duiven meer. Ja, 6 jonkjes heb ik nog. Deze vent heeft dus een duivenhok. Een til. Dat is een duifje. Ik heb ze hier 42 jaar. Kunnen duiven 42 jaar worden? Gemiddeld worden duiven 7 jaar oud. Dan heb je ze geen 42 jaar. Gaat u eens kijken. Gaat naar u kijken of ik daarheen kan kijken. De slaapkamer ook. Ja, je kan er in principe zo in kijken. Nou, als ik, daar wil ik ook wel eens een keer in mijn blote kont bijvoorbeeld kunnen lopen. En dan komt meneer en die ziet dan niet dat ik dat heel ernstig vindt dat hij mij ziet, maar ik wil dat niet gewoon. Nou, ja, toch. Ja. Waar is je slaapkamer? Waar is je slaapkamer? Ik kan niks zien. Waar is je slaapkamer? Waar is nou je slaapkamer dan? Waar is het dan? Die vrouw, het gaat weer nergens over, mensen. Zo begint de aflevering weer lekker. De laatste uitval is geweest dat hij hier achter in de tuin liep met zijn kleindochter. En stond haar aan te wijzen van, kijk die vuile pestzooi daar bij die vent in die tuin. Hè, in die lamlul. En toen zeg ik tegen mijn kleindochter, wil jij eens door het raampje kijken of jij naar die meneer kan kijken? Ja. Nou, toen kwamen er nog veel meer scheldkamernaders. Komt hij uit de tuin, komt hij. Ga je weer ouwehoeren en schelden? Jij hebt geen pensioen, dat heb je niet opgebouwd. En ik heb een groot dik pensioen. Met je zogenaamde je loopt echt iedereen te vertellen dat je k***er hebt. Het enige wat ik gezegd heb, dat hij mede de schuld is door de dood van mijn vrouw. Deze vent, die is wel gek. Die zegt dat de buurman zogenaamd k***er heeft, maar dat niet echt zo is. En dat die buurman heeft bijgedragen aan de dood van zijn vrouw. Dat zijn nogal verweren. Wat een kuttuin ook, met een kruiwagen met bloemen erin. Wij hebben in de tuin een kruiwagen vol met een laag stroop erin. Dat is kunst. Die vlinderplant. Even stoppen. Mevrouw is er ooit mee te luisteren, dat wil ik niet. Ja. Dat is de kwaaie. Oh, dat is de bovenbuurvrouw, die doet er ook nog mee. Dus ja, die spannen samen. Die staat nu alles af te luisteren. Want stel je voor dat die buurvrouw hoort wat jij nu zegt. Op de televisie voor 1 miljoen mensen. Stel je voor dat de buren te weten komen wat jij over ze zegt. Dat mag hij absoluut niet. Dat wil ik niet. Die hoort in dat complot. Deze vent hoort wel echt dingen die er niet zijn, volgens mij. Daar valt niet mee te praten. Absoluut niet. Daar valt niet mee te praten. En ik wil ook niks met hem te maken hebben. Het is al 40 jaar. Ja, hij zegt dat hij hun afluistert en dat hij daar gek van wordt. Terwijl hier Roelof Luijgen toch echt zelf staat af te luisteren tijdens hun opnames. Het is echt, wat gebeurt hier, man? Inderdaad, ik sta niet in de onderste regionen. Hij moet eerlijk blijven. Nee. Man, je staat al 40 jaar te liegen. Nee, ik heb hier van de week mensen aangesproken. Mevrouw, ik sta niet te liegen. Eén voor de ander. Wat je hoort hem ook goed, hij heeft nog wel een zendertje op. Ik ben een teringfan. Helemaal mee eens. Ah, er zit iemand. Jullie, huigelaar. Hier, heb je dat weer? Je bent net zo'n huigelaar als hij. Heb je dat weer? En dan komt er ineens een bovenbuurman bij daar, die er ook helemaal niks mee te maken heeft. Geen foutje maken om mij erbij te halen, ja? Ga mij er niet bij halen, ja? Ik zou het niet eens in mijn mond durven te nemen. Ha, hallo? Meneer Rolf, die gaat de pijp uit. En dat is nog steeds niet gebeurd. Dat spoort echt niet. Die spoort echt niet. Ik ga lekker naar binnen. Ja, dat is denk ik het beste, want je hoort er helemaal niet te zijn. Pleur op. Je loopt tegen iedereen te vertellen dat je k*** hebt. Of ik dat uit mijn duim zeg. Ja, dat vind ik wel raar, alsof je dat zou verzinnen. Ik heb wel laatst een boze aflevering gezien waar iemand dat wel deed. Er zijn mensen zo ziek blijkbaar die dat doen, voor aandacht of zo. Maar ik geloof niet dat deze buurman dat doet. Het is eigenlijk nog zieker dat je tegen iemand zegt die het echt heeft, dat hij het verzint. Ook niet helemaal gezond. Mijn vrouw zei altijd, dit is stront. Dit is heel slecht voor. Het is trouwens een mooi schilderij. Het appel... En het ei. Deze vent leeft in 1530 of zo met zijn meubilair. Zo oud is Roelof Luijgen toch niet? 65 man, ons Roelof. Vier nieuwe berichten weer hier.
Ik naar en aflopen, dan zie ik ze soms ergens anders. En als ik naar huis rijd, is de contact is weg gewoon. Dat moet je gescheiden, dat moet je gescheiden houden, ja. Met Roelof. Waar is je slaapkamer? Waar is je slaapkamer? Ik is lachen hoor. Als je me ooit een hand zou geven, ik zou niet weten hoe lang ik mijn hand moet wassen. Ik griezel ervan. Dat is echt mijn mening. Mijn mening. Dat is mijn mening. Dat is echt het niveau van... Jouw moeders handen zijn zo vies. Als je die een hand geeft, dan moet je die echt lang wassen. Oh! Dat is echt het niveau. Rijden de rechter. Mijn eis is dat de scheldkabanades ophouden. Ja, joh. En dat er niet meer gegluurd wordt. Vanuit de duivelhok naar binnen. Mijn eis is dat hij niet zo vloekt meer en bij mij ons met rust laat. Jullie zijn eigenlijk nog de mooiste manleiders van deze aflevering altijd. Mijn eis is dat hij stopt. En scheld met stomme scheldkabanades. Ja, beste mensen hier. Weer een nieuwe vlog. Vlog. Het draait gewoon om jaloezie en daarmee klaar. Jaloezie op wat? Want hij heeft geen pensioen en de buurman wel. Dus waar is hij dan jaloers op? Dat is zeer zeker, ja. Is dat zo? Tuurlijk niet. Wat moet ik? Ik weet het niet, dat is wat ik hoor. Ik loop met mijn hondje. Hoe haalt die meneer in zijn hoofd? Ik ga het schoon kijken. Kwaad bloed heeft hij zelf gemist. Hij zet zijn auto, zet hij zo neer. He? Iedere dag maar weer. Ja, wat ik even wil is naar, want we gaan de hele tijd hebben het over... We zijn ook bedreigd, hè? In welk opzicht? We zijn ook bedreigd, hè? Waarmee? In welk opzicht? Jullie... Je bent met een zwaard naar vier hoog gelopen, joh. Meneer... Wat zeg je? Ja, die man. Een zwaard? Ja, met een zwaard, ja. Meneer... Hij heeft getuigen van. Maar waar heb je nou getuigen van? Je hebt... Wat? Dat zwaard kan ik best geloven, aangezien hij ook een middeleeuws interieur heeft. Er kan best een zwaardje, misschien zelfs een harnas tussen staan of zo. Gaat hij zijn vrije tijd even buren schenken met zijn roen skimmitar. Constant worden de mensen binnengehaald. Die worden opgezet tegen mij. Ja, dat praat al jaren niet met jullie. Nee. Zo kom je daar nee, niet gek. Ik praat ook niet met jullie. Mijn vrouw ook niet. Kom je daar dan bij? Ik heb geen flauw idee, mensen. Je zit er al 18 jaar in, anders dan branden en met duiven door die raam. Meneer Rog, meneer Rog, staat er 6 jaar. Wilt u even naar mij kijken? Ja. Zullen we stoppen? Ja, graag. Oké, doei. Ik wilde voorstellen dat we eerst maar eens even gaan kijken bij u in de achtertuin. U gaat mee even. Nee, dit is de classic, Absoluut niet in de tuin van de buren komen. Dat is nog smeriger dan poep in je haar. Duivel, oh, dat zie ik daar. Dat is duivel. Ik moet wel zeggen dat ze kunnen wel echt clean shots maken van het duivel met een raampje. Dus je kan wel echt goed gluren. Maar hij zou ook ernaast kunnen gaan staan. Kan hij ook hier naar kijken? Ja, dat is inderdaad ook waar trouwens, ja. Wordt hij gewoon gedisht door de rijdende rechter. Rijdende rechter, gooi enge disjes, jongen. Wie gaat zo'n lelijk mormel proberen te kussen? Ja. Kunt u een beetje volgen wat hier gebeurt? Wat zegt u? Nee, ik bedoel, we hebben niets gehoord en we kunnen ook weinig zien. Ja, nee, maar dat komt ook omdat u niet hier wil komen. Dus u wilt daar staan. Maar ja, kunt u nog eens even in dat duivenhok gaan staan? U kunt een beetje door de ramen heen kijken nu, hè? Heel moeilijk te zien, hoor. Oké. Okay. Ja, is wel moeilijk te zien. Je ziet, hij staat daar nu, maar je ziet hem niet. Die kant ook nog even kijken. Ik kom die kant op. Oeh, je zag die meneer zo kijken van, valt u mijn enige argument in het water? Hou mijn hoed vast. Ik hou je hoed vast. Mag ik hem opzetten? Mag je ook nog doen? Dat is wel weer leuk. Ja hoor, cowboy, howdy. Wil die nou van mij verlangen dat ik dat raampje ook weer dicht maak dan? Ja, wil ik wel. Vindt u dat op zijn plaats? Nou, daar gaan we nu nog niks over zeggen. Nee, we gaan geen spoilers geven over de aflevering natuurlijk. Hoe lang heeft u nou ruzie? Al 40 jaar. 40 jaar? Wordt het voor mij te warm? Ze zet mijn man iedere keer het stoeltje verder. Om hem niet te hoeven zien. Nee, ik wil hem ook helemaal niet zien. Je loopt alleen maar te dreigen. Ik krijg niet. Je loopt alleen maar te dreigen. Je hebt helemaal nergens wat mee te maken. Je loopt te dreigen. Wie zei dit? Die vrouw zit midden in een superleuk verhaal over stoeltjes verplaatsen. En ineens hebben die bovenburen ruzie met... Dit? Hij komt aanlopen en hij komt zo en hij gaat thuis staan en aan de boven kijken. Vier handen op één buik. Ja. De steen is waar hij mee overweg kwam. Daar vandaan, helemaal daar terecht. Nou, Jij bent zo vuil. Nou, hier kan ik geen schutting tussen. Jij loopt alles te fantaseren. Nou, wat? Moet jij dat zeggen? Ik heb gezegd. Je bent een viespeuk. Nee, dat ben jij. Nee. Ja, natuurlijk. Jij hebt je afdak moeten maken. En waarom? Wat je tegen mij zei. Voor de schaamhaar van de buurvrouw. Schaamhaar? Ja, nou hoor je eigen woorden wat je zegt. Nee. Ja. Maar ja. Spoor, of je spoort. Nee. Nee, dat zeg je tegen iedereen die nu spoort.
Van schaamhaar van de buren. Het was echt schaamhaar. Ik dacht dat een schaamhaag dat iets was of zo. Een haag, weet je, als een heg. Schaamhaag is niks. Oh, hij bedoelde echt schaamhaar. Beste wensen. Weer een nieuwe vlog. Ah, oh, wat dropt hem weer. Weer een nieuwe vlog. Schaamhaar van de buren. Luister. Ja. Hoe kom je erop? Dat heb je zelf tegen mij gezegd. Gaat ze weer, jongen. Oh. Welkom, we zijn hier in Condor City in Den Haag. Condor City, GTA 6, Condor City. We konden niet meer op het balkon zitten. De paraplu's van ons, hoe heet die dingen, die waren ondergescheten. En zo is het dus heel langzaam allemaal begonnen vanwege de duiven. Wat mij betreft wel. Hij is dus... Is dat zo, meneer Wilschut? Ik heb niks tegen die beesten, helemaal niet. Het gaat alleen om, ik wil niet dat meneer naar binnen kijkt. U wilde nog wat zeggen? Ja. Wilt u even gaan staan? Ja. Nou, even een reactie op die meneer. Als die raampjes erin zou hebben... Gaat u even zitten? Ik heb ook net gezeten. Hij is aan het woord. Ja, maar er wordt eventjes op het veld gegeven. Ja? Wat een niveau is dit, zeg. Er staat ergens staat er in de dingen, van dat je binnen 2 meter van een grensafscheiding geen ruitjes of gat of weet ik wat mag hebben om bij de buren naar binnen te kunnen kijken. Nou, en bij hem staat er dus... Deze vent gaat op rechten en gaat hij de rijdende rechter uitdagen. En die denkt van, nou, dat is ook weer niet slim om te doen. Met de buren gaat hij ook niet zo best om. Er is een katje bij mij in de tuin gevallen. 2 jaar geleden, de dame is hier aanwezig, dat mocht niet dat katje uit zijn tuin halen. Heb dat vrouwtje op de knieën, een half uur dat katje lopen roepen. De tranen sprongen in mijn ogen. Hij bedreigde mij met de dood als ik de tuin in zou komen. Als jij in mijn tuin komt, of ik vang je kat, ik snijs je kop eraf. Dat is niet de enige. En wat wilt u zeggen, mevrouw? Dat meneer Wilschut een hele nare man is. Iedereen is tegen hem, dan begint toch af te vragen van, is hij echt zo kut? Hij speelt wel echt goed de vermeende onschuld. Maar ik weet niet of we het moeten geloven, mensen. Hij heeft trouwens echt een zieke scar hier. Ik heb heel lang boven u gewoond. Weet u het nog? Ja, ik weet het nog. Ja? U was degene die gordijnen een week liet hangen achter. Heb je ook al wat op te vertellen? Mijn gordijn is al 3 jaar niet open geweest. U heeft al weinig supporters. Nee, die zijn allemaal aan het werk, die mensen. Ik kan hier niet. Op zich is niet gek dat deze mensen die werken, want ze zijn allemaal gepensioneerden. 40 jaar zijn je rolluik al dicht aan de voorkant. Ik heb geen rolluiken, man. Hey, man naar mijn hart heen, die rolluiken altijd dicht. Ik heb geen rolluiken. Als u even allemaal even zitten. Ik zit 10 minuten zitten in de tuin. Ring, wordt er gebeld. 2 agenten. Meneer, dat is het eerste wat ik vraag. Heren, waar komt u voor? Is dit het begin van een slechte mop of komt er weer een kutverhaal wat niet waar is? Dan zegt hij, meneer, nee, wij komen voor dat raampje. Je buurman eist dat raampje geblind wordt. U was naar de politie gegaan. Ik had 112 gebeld, want hij 112! 112! Meneer Visser, ik hou op met praten. Nee, ja, het is het allerbeste. Dus je doet te liegen. Dat vind jij het allerbeste. Je doet maar dollen. Je doet maar te liegen. Moet jij dat zeggen? Ja, al die gedachten. Tief is leuk. Ring, wat gebeurt er? Moet je dood gaan. Wat wil je horen? Geen tief zeggen. Hey! We gaan stoppen. Dit is wel dom, want nu heb je content, heb je ruzie en dan stop je ermee. Hey, dit is best leuk. Dit is het oordeel van de thuisrechters. Wat denk je? Kiezen we voor luigen of kiezen we voor de duiven, meneer en mevrouw? Het antwoord is dik voor die mensen met die duiven. En op zich, ik ben natuurlijk objectief hier, maar daar neig ik ook wel een beetje naar. Tijd voor de uitspraak in ieder geval. Ja, deze zaak gaat eigenlijk niet waarover hij gaat. De eisen over en weer, wat betreft duivenhok en overhangende takken, zijn slechts een symptoom van een... inmiddels pathologische burenruzie. Wat dat betreft is er juridisch niks aan de hand. Gescheld en gedreigd over en weer en het kwaad spreken. En dat moet nu ophouden. Anders moet de schuldige 50 euro boete per keer betalen. Zo! En hoe ga je dat dan bewijzen als er iets gebeurt? Wie gaat er achteraan zitten dat dat betaald wordt? Is dat van die onzin oplossing altijd? Ik vind dat er gespecialiseerde psychologische hulpverlening moet komen. En ik wil de gemeente Den Haag vragen en verzoeken met klem om daarin het voortouw te nemen. Kortom, stoppen met schelden en deelnemen aan gespecialiseerde bemiddeling. En 25 jaar TBI. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel.
Nou goed, de conclusie is uiteindelijk weer dat er niks is opgelost. Misschien lost de psychologische hulp trouwens wel wat op in dit geval. Maar ik betwijfel het. Deze mensen gaan waarschijnlijk de pijpen uit met ruzie. En wat hebben we weer? Een half uur lekkere content gehad. Mensen, bedankt voor het kijken. Nogmaals, abonneer even op dit kanaal. Want dan gaan we rechtstreeks naar die miljoen. En hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuw film. Peace. Dag! Opdomme! Leuk dat je er bent. Ja. Hartstikke leuk, ja, hoor. Voor deze grote dag. Wat zei je? Ja, ja. Leuk, hè? Spannend, hè? Ja. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook.